Ik geef nu het woord aan Marco, want Marco geeft Lorna het tweede exemplaar van het boek. Die heb ik al. Nee, heb jij niet. Ik hou het eigenlijk voor het al bij, maar alles is al gezegd in het filmpje. Daarin is wel de titel genoemd Het Meisje van de Nacht. En dat is niet zomaar gekozen, het is titel die eigenlijk al lang bestond bij mij in 2001. Toen ik voor het eerst was, kwam het ter sprake, die heb ik mooi. En had ik meteen het idee van waarom, want het staat symbool voor iets. Het is een prachttitel, maar het staat ook symbool voor de weg die Lorna heeft afgelegd. Namelijk lopen in de nacht, omdat hardlopen voor vrouwen in die periode, eind jaren 80, begin jaren 90, een taboe was. Zeker als je liep in hardloopkleding, dan werd dat toch een beetje vereenzelvigd met prostitutie. Dus ze liep in de nacht, een onwetend dorp achter zich latend, totdat ze één keer betrapt werd. En ze dus deze bijnaam kreeg. En nou ja, u ziet waar het toe geleid heeft. Dus in dat opzicht, de titel stond snel vast. Ik heb het één keer teruggelezen, ook in Trouw. Die had zelf na een interview hetzelfde idee dat het een prachttitel was. Maar we hebben hem toch gehandhaafd voor het boek, omdat het gewoon alles in zich herbergt wat Lorna heeft afgelegd. 4 jaar had Kees het erover. Nou, ik moet toegeven dat we 4 jaar geleden dat contact hebben gehad. Kees, uitgever van Conserve, die was er snel bij. Alleen toen zeiden we wel een biografie op dat moment, dat zien we niet zitten. We zien een biografie zitten, maar de tijd is er gewoon niet rijp voor. Want Lorna had nog niet, laten we wel wijzen doen, nog niet de internationale titels gehaald waar ze op aasten. Haar sociaal bewogen projecten stonden toen nog in de kinderschoenen. Nou ja, nu 4 jaar verder en eigenlijk in 2005, 2006 met de Europese veldlooptitel begonnen te leven. En daarna die 3 mooie wereldtitels. En wat ze met haar trainingskamp heeft gedaan, het onderwijsproject wat ze nu wil gaan doen, hadden we het idee van, het moet er gewoon nu komen. Gisteren las ik wel een recensie, misschien terecht wel beschouwd, komt het te vroeg. Want in Peking staat er iets moois te wachten, hopen wij. Maar we hadden wel zoiets van, waarom nu eigenlijk niet? Want het verhaal van Lorna is sowieso, gezien haar sociale idealen, toch niet af. En gezien haar ook topsportbevlogenheid, die waarschijnlijk doorgaat tot Londen 2012, ook nog niet af. Dus misschien is het boek wel een soort van tussenfase. En wie weet komt er gewoon mooi een keer een geactualiseerde versie waarin de ontbrekende hoofdstukken ook nog een plek gaan krijgen. Lorna, ik zou je gewoon het boek gewoon geven. In de hoop dat jij net zoveel leesplezier beleeft als mensen die al gereageerd hebben die het boek uit hebben. Vandaag ook is een heel speciaal moment voor mij. Eigenlijk, ja, eigenlijk niet, omdat ik heb geen privacy meer, omdat iedereen weet hoe heb ik gegroeid en alles, weet je. Maar ik ben blij dat dit boek is uitgekomen en ik vind dat ja, is een groot succes. Mensen in Nederland kennen me alleen maar met mijn wedstrijden winnen en allemaal, maar iedereen kent dat, ben ik ook genaturaliseerd. En ik wil ook jullie iets en mijn jeugd, ja, dat wil jullie weten. En ik vind dat dit is de beste manier om jullie mij te kennen, beter te kennen. En ik hoop dat jullie gaat, ja, genieten van dit boek en dat veel mensen gaat lezen. Succes ermee.